Een voorrang. Dat is het merk Triumph. En daar was ik toen ik jong was altijd heel jaloers op. Want ik had een Austin Hilly Sprite met die koplampjes. Maar die Triumph was natuurlijk echt, dan was je echt een boy als je die had. De Engelsen zijn natuurlijk de absolute sportwagenmensen. Hè. Bijvoorbeeld ook de E-Type, die staat zelfs in het museum in New York. Als eerste echte sportauto's. Er waren wel een boel gemaakt, maar dat was zo vernieuwend. En daarna vond ik in Engeland altijd een soort robuustheid in die auto's. En ik heb jaren nog gereden in een Austin Hilly Sprite. Dat was een zalig autootje. Er zijn er totaal van de Alfa 8C zijn er 500 gemaakt. Deze is er ook een van, maar ik ben de enige die hem origineel wit heeft laten spuiten. Ik denk, was het niet meneer Hooidonk? Of Hooi? Nou, en die hebben ze gewoon weggekocht, omdat die man zo goed is. En er was er ook één, en dat is ook belangrijk, bij Porsche. Die heeft jaren de 911 en de Panamera ontworpen. Ook een Nederlands ontwerper. Was de hoofdontwerper van Porsche. Kom even niet op zijn naam, maar die vinden we wel. Ja, in het logo zit die draak. En Alfa is altijd begonnen met rood. Dat was hun kleur. En het is wel heel belangrijk om iets over kleur te zeggen. Hè? Ford zei, als het maar zwart is, is het altijd goed. En ik heb daar een andere mening over. Ik vind een auto die klein is, zie ik altijd in het wit. Hè? Porsche is ook altijd begonnen met witte auto's. En een vierpersoonsauto vind ik dan altijd mooi in zwart. Anders wordt het een witte grote auto, ja, is bijna ordinair. Dus het gaat erom dat deze auto in het wit, Porsche 911 in het wit, maar als je nou een Maserati hebt en die heb je in het zwart, is zoveel chiquer dan in wit. Kleur is ook wel wie je personality bepaalt. Bertone, Pininfarina en Walter de Silva. Dat waren de ontwerpers. En ik vond Bertone eigenlijk wel de meest bijzondere. Want die maakten het ook echt alsof het een beeldhouwwerk was. Maar alle drie hebben de mooiste auto's gebouwd die er op het ogenblik op aarde rondrijden. Ik heb daar een mooi verhaal over. Vroeger reed ik ontzettend hard. Had ik zelfs een 1800 BMW die opgevoerd was. Dan reed ik in één keer door naar Nice. En toen heb ik een jaar rijontzegging gehad. En daarna nog een keer een jaar rijontzegging. En nu geniet ik van de auto's. En dat heeft niets te maken met hard rijden. Als je in deze auto of in een Porsche 911 wegtrekt, is dat heerlijk. Maar probeer ook je aan de snelheid te houden. Want dat is dan bijzonder comfortabel als je in zo'n auto zit. En dat racegevoel, dat is ook niet zo leuk meer op de grote weg. Als je in Amsterdam komt met de scooters, met de fietsen, rij rustig, heb je veel meer plezier van je auto.